eet fruit. Je wordt er niet alleen gelukkig van, dus ook lekker. Ik bedoel, deze appel smaakt echt naar schijt. Maar weten dat kindjes aan de andere kant van de wereld hun leven hiervoor hebben gegeven. En dat ze het hebben bespoten met allemaal lekkere kankerverwekkende stoffen. Nou, dat maakt het echt allemaal veel beter. Ik hou echt van appel. Alsof dat nog niet het beste is. Je bek stinkt ook echt fucking hard van appels. Vreselijk. Dames en heren, dit is officieel de tweede keer dat ik probeer deze video op te nemen. Hey, dit waarom? Hoe komt dat? Als ik niet improviseer, zoals ik nu heb gedaan met die appel en met alles, zijn mijn video's niet grappig. Dan is het niet spontaan. Nu is het wel spontaan. Een video is cringy als iets niet spontaan is. En nu is het wel spontaan, dus nu is het niet meer cringy, hè? Voor de mensen die zich afvragen, what up with de regenmuts? Niet hoe je dit mutsje wil noemen, ik vond het wel cool. Ik heb er veel geld voor betaald en ik heb het laten overvliegen uit Spanje. Dat is geen bullshit. Dat is echt geen bullshit. Ik zweer dat er geen bullshit is. Oké, maar de video vandaag gaat over iets volledig anders dan bullshit. Het gaat over het feit dat mensen mij veel te veel storen terwijl ik jongensdingen aan het doen ben. Gewoon terwijl ik niks aan het doen ben. Elke week bellen er een paar mensen aan mijn deur. En ik heb het niet over mensen die komen voor een foto of zo. Elke week bellen er mensen aan mijn deur en dan willen die shit verkopen aan mij. Al zijn het padvinders, al zijn het fucking getuigen van Jehovah. Ik bedoel, ik weet niet eens wat getuigen van Jehovah zijn. Ik weet niet eens wie Jehovah is. Ik bedoel, ik ben gestopt met school, what the fuck. Jehovah's getuigen vormen een christenfundamentalistische eindtijd. Ik weet nog altijd niet wie de fuck Jehovah is. Of wat die mensen doen. Al zijn het mensen die komen zeggen dat ze mijn elektriciteitsfactuur lager kunnen brengen. Ik bedoel, ik heb een heel leger kinderen en mijn kelder die elektriciteit maken voor mij. Dus je kan het niet lager krijgen. Al zijn het mensen van het ziekenhuis die komen vragen of ik organen wil doneren. Rot op! Ik meen het, als er zo mensen aanbellen aan mijn deur om zoiets te verkopen, dan is de enige reactie die ik echt wil geven aan hun echt dit. Kijk, ik ga het nog één keer zeggen, ja, rot op bij mijn huis, joh. Ga weg! En dat is dan ook hetgene wat ik meestal zeg tegen hun. Eigenlijk niet, eigenlijk heb ik dat nog nooit gezegd. Dan wil ik nu gewoon stoer doen tegen jullie. Meestal laat ik hun gewoon eerst uitlullen en dan zeg ik van oké, nee, rot op. En zo, ja, ja. Als ik een tip kan geven aan jullie, als er mensen aanbellen naar jullie deur, doe nooit open. Dan heb je niet zo'n telefoon waarmee je kan praten met mensen die dan beneden staan. Ga gewoon uit je raam hangen. Ga niet naar beneden, doe die deur niet open voor die mensen. Want dat is wat ze willen. Vanaf je die deur open doet, heb je het volledig zet. Vanaf je die deur open doet, dan hebben ze vrij spel. Dan doen ze allemaal domme psychologische shit om dingen te verkopen naar je. Dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dingen die niet eens nuttig zijn. Dan poelen ze op met: wilt u toevallig een megafoon? Nee, ik wil geen megafoon. Snap je? Why the fuck zou je een megafoon willen kopen van iemand die fucking voor je deur staat? Klein voorbeeld. Padvinders die naar je huis komen om fucking pannenkoeken te verkopen. Ik heb niks tegen jeugdbeweging. Ik heb zelf ook in de Kaiza gezeten. Hele leuke tijd gehad. Daar heb ik echt geleerd. Ik heb daar niks geleerd. Ik heb daar gewoon veel plezier gemaakt. Niks tegen padvinders. Wel iets tegen padvinders die pannenkoeken komen verkopen naar mijn huis. Hele vriendelijke padvinders komen naar je huis om weet ik veel pannenkoeken te verkopen of zo. Dan vragen ze: ja, meneer, wilt u pannenkoeken kopen? Dat is voor onze jeugdbeweging. Snap je, dat is niet een vraag. Als je beter zou luisteren, dan vragen ze eigenlijk iets anders. Ze vragen nooit: wil je pannenkoeken kopen? Eigenlijk het enige wat ze doen is: zij gaan met een heel grote vrachtwagen pannenkoeken gaan kopen in de lijst of zo. Of een of andere supermarkt in België. Dan verkopen ze die duurder door aan jou omdat ze winst moeten maken. En dan staat er altijd zo één leider, zo niet bij de deur, die staat er zo 10 meter achterin of zo. En je ziet die zo kijken, zo van: als jij geen fucking pannenkoeken koopt, dan steek ik echt iedereen neer in heel je huis. En die padvinders, die poelen dan op. Als je echt zou luisteren naar wat ze zeggen, als je echt zo niet zou denken dat vriendelijke padvinders zijn, dan hoor je wat ze echt zeggen tegen je. Jij gaat nu mijn fucking pannenkoeken kopen. Als je die niet koopt, echt wil je, ik storm in je huis en ik steek je helemaal neer. Ik bedoel, ik ben een lieve padvinder, waarom zou je geen fucking pannenkoeken kopen van mij? Te veel schaaldoorden en eens zijn wel eens dus we praten zo echt waar ik meen het. Ze praten echt zo. Ze zeggen het op een vriendelijke manier, maar ze bedoelen het zo. Heb ik ADHD? Waarschijnlijk echt wel. Als je dan uiteindelijk toegeeft en gewoon pannenkoeken koopt omdat je wil dat ze oprotten van voor je deur, niet omdat je echt zin hebt in pannenkoeken, gewoon omdat je wil dat ze weggaan. Dan vragen ze nog eens of je geld wil doneren aan hen. Heb je alsof het nog niet genoeg is geweest? Ga gewoon weg. De volgende keer als er iemand aanbelt aan mijn deur, dan neem ik gewoon mijn fucking megafoon en dan hang ik uit mijn raam en dan roep ik gewoon een beetje dingen naar hun, denk ik. Ga weg van voor mijn deur. Ik heb geen zin in je fucking pannenkoeken. Dat was veel te luid. What the fuck, Nis? Kijkt heel mijn straat weer door een raam. Dat is hoe je van padvinders afkomt. Maar snap je, dan is het nog makkelijk. Wacht tot die mensen van de elektriciteitsrekening naar je huis komen en allemaal woorden gebruiken in een zin die je niet eens begrijpt. Die poelen op en die vragen allemaal dingen. Wij willen graag binnenkomen om de energierekening te dalen en te kijken of je minder kunt. Snap je, eigenlijk zijn het hele simpele woorden en doe ik nu alsof ik er eigenlijk nooit iets van versta, maar eigenlijk wil ik het gewoon niet begrijpen. Ze scammen je sowieso. Hetzelfde als vroeger op Habbo Hotel. wel. Vriendelijke mensen die vragen of je meubeltjes wil ruilen met hun. Eigenlijk weten ze al van voor jij ja hebt gezegd dat ze je gewoon fucking gaan naaien. Zo werken die mensen van weet ik veel hoe dat noemt. Zo een of andere elektriciteitsding in België. Komen dan naar je huis en die zeggen allemaal bullshit. Dat heb ik daarnet gehad, daarom maak ik deze video. Ik heb zoveel inspiratie. Het beste wat je kan doen is gewoon nee zeggen en dan die horen ophangen aan de muur en gewoon weggaan. De kans dat ze dan voor je deur staan met een megafoon en dingen roepen en zo is wel groot, man. Snap je? Gewoon doen. Gewoon zeggen, yo, get the fuck out. Want eigenlijk willen die mensen gewoon binnenkomen en van je koekjes eten en je koffie opdrinken en een beetje zeeveren. En dan laten ze je contract tekenen en je van de rest van je leven gewoon vastzit. En dan moet je altijd betalen voor een domme kutzooi die je toch niet gaat gebruiken. Want zijn energiemaatschappijen. En wie de fuck van 17 weet nu wat de fuck de energiemaatschappij betekent? Niemand inderdaad, jullie hebben gelijk. Ik weet echt niet waarom ik zoveel energie heb. Ik denk echt dat appels helpen echt, what the fuck. Voor de mensen die denken dat ik zwaar verslaafd ben aan een of andere drug waardoor je hyperactief wordt. Dat is wel een goede beschrijving van cocaïne, maar oké. Ik eet elke dag 3 stukken fruit, maar ik heb gelezen op internet dat... Why the fuck zeg ik dat zelf tegen jullie? Bij deze, eet meer fruit, dames en heren. Ha! Ook al ruikt je adem echt naar stront nadat je een appel hebt gegeten. Oké, fuck. Is lekker. Dus om deze video dan toch een beetje zinnig af te sluiten, smash een fucking like! En klik op deze video als je... nog niet genoeg heb gezien van mij. Hoor mij echt zo verbazen. Deze video was echt heftig. Ik geef toe, dit was een van mijn heftigere video's. Ik weet niet waarom ik zoveel energie heb. Tot de volgende keer. Adieu. Bye.